Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 20 van de Eredivisie, wat er is gebeurd in de KNVB-beker en natuurlijk gaan we de nieuwe wedstrijden voor speelronde 21 gaan we voorspellen. Laten we eerst naar de KNVB-beker uitslagen gaan kijken. RKC ADO Den Haag werd 2-2 en na verlenging won RKC met 4-2. Vitesse won met 2-0 van DVS. Heerenveen Go Ahead werd 0-1. FC Groningen NEC werd 1-2. NAC tegen PEC werd 2-1. FC Twente AZ werd 1-2. PSV tegen Telstar werd 2-1. En Ajax won met 9-0 van Excelsior Maassluis. En dit waren de uitslagen van speelronde 20 van de Eredivisie. Vitesse Groningen werd 1-3. AZ Cambuur werd 0-0. Heerenveen verloor met 0-1 van PEC. Willem II verloor met 0-1 van FC Twente. NEC tegen Feyenoord werd 1-4. Heracles Go Ahead werd 1-1. PSV Ajax werd 1-2. Sparta verloor met 0-3 van FC Utrecht. En RKC tegen Fortuna werd 2-1. Dan is dit de ranglijst van de Eredivisie. Ajax staat weer bovenaan met 48 punten. Dan komt PSV met 46 punten. Feyenoord staat derde met 42 punten. Dan komt Twente met 38 punten. AZ en Vitesse hebben 36 punten. Op de zevende plek FC Utrecht met 32 punten. Cambuur staat achtste met 30 punten. Dan komt NEC met 26 punten. Heerenveen staat tiende met 25 punten. Dan hebben Groningen, RKC en Go Ahead Eagles 22 punten. Heracles staat 14e met 20 punten. Willem II staat 15e met 18 punten. Sparta die staat 16e met 14 punten. Dan komt Fortuna op de 17e plek met 13 punten. En PEC Zwolle staat onderaan met 12 punten. Dan is dit de voorspellers top 8. Jarno die staat nog steeds bovenaan met 191 punten. Dan komt Games for the Gamers met 187 punten. Ook Stan de voetbalman heeft 187 punten. Massimo staat vierde met 179 punten. Dan kom ik met 178 punten. Joey en Martin hebben 177 punten. En Hekkie staat achtste met 171 punten. De rest is natuurlijk weer te vinden in de beschrijving. Ik ben zelf weekwinnaar geworden. Dat mag ook een keer. Het is hartstikke leuk. Ik ben erg blij dat ik dit seizoen doe ik beter mee dan vorige seizoen. Of maar ging vorige seizoen veel slechter in mijn gedachten in ieder geval. En dan zijn dit de wedstrijden die we gaan voorspellen voor speelronde 21. FC Utrecht moet thuis tegen Cambuur. Fortuna ontvangt Heerenveen. PEC Zwolle moet tegen NEC. PSV moet tegen AZ. FC Twente ontvangt Vitesse. Feyenoord moet thuis tegen Sparta. FC Groningen ontvangt Go Ahead. Willem II moet in Tilburg tegen RKC en Ajax ontvangt Heracles. En dit is pas over 2 weken. Waarom er een stop is, waarschijnlijk voor de Afrika Cup, maar dat is nog nooit eerder geweest, dus ik vind dat heel raar, maar het zal wel. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je heel graag weer bij de volgende aflevering. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios, amigos.